Mijn verhaal gaat over een weekend Tabor Sint Michiels Gestel, een aantal jaren geleden. In de hoofdrol Erwin Vervecke en Rudy De Bie. We moesten een tussenlanding maken richting Brussel na de wedstrijd. En Vervecke stapt in de lift. En wij lopen allemaal nog achterna. Vervecke duwt op de top van de lift en die gaat dicht. En Rudy De Bie trekt aan de twee deuren van de lift en de lift blokkeert. Erwin Vervecke met een ouder koppel, meer dan een uur geblokkeerd in de lift en mist zijn vlieger. Rudy in alle paniek de schuld op zich nemende om aan die deuren te trekken. Nog zitten bellen in de lucht in de vlieger al om toch een klein beetje zijn schuldgevoel weg te krijgen en te zorgen dat Erwin nog een vlucht had, maar hij is eigenlijk uiteindelijk pas de dag nadien kunnen vliegen. In allerijl naar Sint-Michiels Gestel en daar die koers nog te kunnen doen. Dus dankzij Rudy De Bie zat Erwin Vervecke een uur lang geblokkeerd en miste hij zijn vlucht. Is dit waar of is dit niet waar?